Ik ben Sanne. Ik ben 20 jaar en ik realiseer me dat ik op seksueel gebied nergens meer van opkijk. Niet op van dildo's, vibrators, porno, hoeren. Het kan me allemaal gewoon niet zoveel schelen. Ligt dat nou aan mij of spelen er meerdere factoren een rol? Is dit een vrouw van de toekomst? Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik heb natuurlijk, ben zelf iets ouder, ik ben 48. Mm-hmm. Maar ik heb dit wel allemaal zien ontstaan en zien groeien. En ja, via de media, met name via internet, kan je gewoon alles zien en onder ogen krijgen wat je wil. Mm-hmm. En dat kan soms vrij extreem zijn. Mm-hmm. En ik kan me wel voorstellen dat het op een gegeven moment het gevoel heeft dat je alles gezien hebt. En het is misschien letterlijk wel zo, dat je alles gezien hebt. Maar tegelijkertijd is het wel heel veel van hetzelfde en heel eenzijdig. Er mist een heel groot stuk van wat volgens mij een essentieel onderdeel zou moeten zijn van seksualiteit. En wat mis je dan? Nou, wat je vooral mist, is de liefde. En wat versta je onder de liefde? Liefde, dat is de manier waarop mensen zich echt samen kunnen verbinden. En seksualiteit is meer het uitleven van de seksuele energie. Staat er dan ook een gebruiksaanwijzing bij? Dat staat er eigenlijk nooit op, gebruiksaanwijzing. Deze zijn heel populair. Die draaidingen. Het masseert dan weer de binnenwand. Dat je ook eerder klaar kan komen en dat soort dingen. Ja. Gebruik jij seksspeeltjes? Ja, met mijn vriendin samen zeker. Ik vind het wel zeker wel een toevoeging. En het verrijkt je seksleven zeker. Want je bent spelletjes aan het spelen en dat is altijd goed voor je seksleven. Seksspelletjes. Mm-hmm. Dus okay. Het is niet dat recht toe recht aan en dat gaat op een gegeven moment vervelen. En, seks is iets menselijk. De meeste mensen doen aan seks als ze eenmaal volwassen zijn. En, dus ja. Dat hoort erbij. Nou, dit hoort er. De beeldcultuur vooral laat zien is een soort platte seksualiteit waarin eigenlijk liefde niet aan de orde is, maar het vooral gaat om uitleven van opwinding en vervolgens die opwinding zo snel mogelijk uitleven in een orgasme of wat dan ook. Mm-hmm. Of je nou naar pornografie kijkt op internet of je leest de wat nettere bladen zoals Cosmopolitan en zo. Mm-hmm. Het gaat allemaal over seks is doelgericht en het gaat om op een manier een fantastisch orgasme te beleven. Nou, de seksuele revolutie was heel erg een terechte afstand nemen van die eenzijdige nadruk op een soort romantische liefde. Maar op het moment dat het doorslaat naar de andere kant, dan krijg je een hele eenzijdige nadruk op seks. Wat erin gebeurt, en dat is mijn bezwaar, is als je heel eenzijdig jezelf uitleeft in seks, dan krijg je dus een beetje wat jullie zeggen. Op een gegeven moment heb je alles wel gezien. Maar je hebt de neiging om je ook te gaan uitleven in een soort verslavingsgedrag, waarin je steeds meer en steeds heftiger prikkels nodig hebt. Omdat op het moment dat je dat niet verbindt met liefde, is er geen verbinding. En is er eigenlijk ook geen bevrediging. Op school krijgen kinderen les in hoe de biologische dingen werken, maar niet hoe je dat vervolgens ook in liefde kan verbinden. Ja. En wat je moet doen om echt samen een relatie te kunnen hebben. Vind je het mooi? Nee. Ik denk dat er geen enkele generatie geweest is in de mensheid die zoveel kansen gehad heeft om dingen te ontdekken. Zowel op seksueel gebied als op spiritueel gebied. En als we al die kansen pakken, dan wordt het interessant. En daarom zeg ik ook, het gaat niet om dingen te verbieden, maar om het te verbreden.